Sjoerd, hoe gaat het met je blessure? Ja, nu gaat het goed. Ik voel niks meer. Nee, het is wel wat pijnlijk, maar maakt nu allemaal niet meer uit. Nee, nu is de pijn verdoofd, hè, door deze overwinning, of is het door het bereiken van de Eredivisie? Ja, zeker, de pijn is eigenlijk weg op dit moment. Zie ik over een paar dagen wel. Maar fantastisch. Wanneer dachten jullie voor het eerst dat jullie de Eredivisie konden halen? Ja, ik denk misschien wel bij de Cambuurswedstrijd van Volendam. Dat toen echt het geloof begon, we kunnen van iedereen winnen. En in de hele play-offs zijn we altijd de bovenliggende partij geweest. En toen voelde het echt wel van, ik kan iets moois ontstaan hier. Beseffen jullie al dat je het geflikt hebt na 17 jaar? Nee, ongelooflijk. Nou ja, maar je ziet het hier. Ja, echt 17 jaar ontlading komt hier los. Dat is echt fantastisch. Weet je al wat je te wachten staat in Deventer vandaag en morgen? Nee, maar ik laat het allemaal op me afkomen. Ik zie het wel. Maar ik ga er in ieder geval volop van genieten. En het is echt fantastisch. Wat is nou de sleutel van het succes geweest? Kun je dat al verklaren? Ja, we waren een team met z'n allen gewoon. We hebben het met z'n allen gedaan. Alle 26 spelers. Ja, we hebben altijd wel een paar uitblinkers gehad. Maar voornamelijk het hele team. En dat zag je wel in het tweede seizoen zelf. Veel minder doelpunten tegen. Omdat we gewoon als team het allemaal gedaan hebben. Geniet ervan, dankjewel. Ja, graag gedaan.